Goedemorgen iedereen. Welkom bij het webinar Optimaliseer je businessmodel. We gaan vandaag aan de slag met hoe dat je in de veranderende tijden die we toch vandaag allemaal meemaken, aan de slag gaan met je businessmodel. Blijft je businessmodel overeind of kan je op gemakkelijke of innovatieve manieren ermee aan de slag om er iets aan te veranderen? Vandaag zal mijn collega Simon Grispeert het webinar leiden. Hij heeft al heel veel sessies gegeven met de tool Business Model Canvas. En dat zal ook de tool zijn die we gebruiken om vandaag je business model te optimaliseren. Misschien nog een paar belangrijke dingen. Functies binnen het platform. Sowieso heb je rechts de chat waar je gemakkelijk opmerking kan geven, goedemorgen kan zeggen, moest je het niet begrepen hebben, eventjes vragen om te herhalen. Dus die kan je zeker al gebruiken. Daarnaast heb je een tapje vragen. Een tapje vragen kan je gebruiken als je een vraag wilt stellen aan de spreker. Gemakkelijk daar is, als iemand een vraag heeft gesteld, verschijnt er een driehoekje langs die vraag. Als je daarop klikt, kan je aangeven dat jij die vraag ook wilt stellen. En zo kunnen we zien dat hoeveel mensen dezelfde vraag willen stellen. Dus dat is erg gemakkelijk. En dan hebben we ook nog de tab Polls. Polls, daar kan de vraag inkomen van een spreker naar jullie toe, een meerkeuzevraag waar jullie dan op kunnen antwoorden. Dus dat zijn de functies van het webinar. Ik zie inderdaad al een heel aantal mensen de chat gebruiken. Dus goedemorgen iedereen. Misschien nog belangrijk, na dit webinar krijgen jullie zeker de link toegestuurd waar jullie het webinar kunnen herbekijken. We vragen ook om jullie een evaluatie in te vullen. Als jullie die evaluatie invullen, dan krijgen jullie ook de presentatie en kunnen jullie een gratis jaarmagazine van Flanders City bestellen. Voilà, dan denk ik dat we daarmee aan de slag gaan. Simon, ik geef het woord aan jou. Super, dankjewel. Ik ga even mijn scherm delen. Voilà, dat zou moeten lukken. Voilà, goedemorgen. Dus, ik ben Simon, zoals Marie al zei. Ik ben adviseur bij Flanders DC. Heel fijn dat jullie er allemaal bij zijn, maar redelijk veel toch ook wel vandaag. Ik werk, zoals Marie ook al zei, inderdaad vaak met het Business Model Canvas en rond businessmodellen, rond hoe je die kan vormgeven. Vaak is dat met starters, maar heel vaak ook niet. En dat is eigenlijk ook een beetje de insteek van vandaag. Dus we gaan het hebben over businessmodellen, over het Business Model Canvas. Wordt soms wel geassocieerd met starters, iets dat je moet doen wanneer je start als bedrijf. Maar het is zeker ook een tool, een kennis die je kan gebruiken wanneer je al bezig bent en bij uitstek zelfs. Dat is een beetje de boodschap die ik vandaag echt wel wil brengen. Dus je kan het heel goed gebruiken om jouw zaken te gaan vernieuwen, al dan niet als antwoord op die coronacrisis of andere crisissen die ons misschien nog te wachten staan. Laat ons hopen van niet. Voor we erin duiken, wil ik heel even ook de verwachtingen wat managen. Ik heb de deelnemerslijst bekeken, goed op voorhand. Heel veel toffe bedrijven die deelnemen, dat is super. Ook heel veel vragen die op voorhand zijn doorgegeven. En sommige daarvan zijn heel specifiek, eigenlijk heel concreet. Welke richting moet ik uit in mijn sector of in mijn geval? Wat kan ik doen als zijnde een galerij of wat dan ook? Er zijn heel, heel diverse, maar ook echt concrete vragen gesteld. We gaan daar niet één op één op kunnen ingaan. Dat is niet mogelijk in deze grote groep. Is ook niet helemaal de insteek, want het was niet de bedoeling om jullie te vertellen welke richting jullie uit kunnen gaan om die crisis mogelijk te bestrijden of om daar beter mee om te gaan. Ik ga niet echt zeggen van dit is de richting die jij uit moet, maar veel eerder het idee om jullie tools en kennis aan te reiken waarmee dat je zelf die richting kan gaan bepalen. Dat is echt de insteek van het webinar. En in zekere zin zou je dan kunnen zeggen, een beetje een klassiek beeld, ik ga jullie geen vissen geven, maar ik ga jullie proberen te leren vissen. Ik ga jullie proberen een aantal tools en kennis te geven om die richting voor jullie zelf echt te gaan bepalen. Niettemin is het wel zo, we gaan ook heel veel voorbeelden geven. Dat is ook echt wel de insteek van het webinar. Veel voorbeelden van bedrijven die iets op een nieuwe, innovatieve manier aanpakken. En als je tussen de regels kan lezen, dan is het zeker ook wel mogelijk om daar ideeën uit te halen, om concrete richtingen te zien en te bedenken en om daar inspiratie uit te halen. Dus in dat opzicht, hopelijk zal er voor iedereen ook wel wat ideeën in zitten die jou toch inspiratie kunnen geven. Voilà, dat was
puur om de verwachtingen al even wat te managen. De methode die we gaan gebruiken vandaag, dat is die van het Business Model Canvas, en dat zien jullie nu op het scherm, is voor veel mensen waarschijnlijk al bekend. Het gaat eigenlijk over een blad met 9 vakken, 9 bouwstenen die u helpen om uw businessmodel in kaart te brengen. Dus we gaan daar dadelijk nog meer over vertellen. Wat is juist een businessmodel? Hoe zitten die bouwstenen? En hoe kan je dat gaan gebruiken? Maar voordat ik dat meer in detail wil toelichten, wil ik wel even een poll doen, een vraagje stellen, gewoon om eens in te schatten wie er allemaal aan het deelnemen is en hoe goed jullie voorkennis vooral is. Dus ik zou willen vragen aan Marie of zij de poll even wil lanceren. En de vraag is eigenlijk of jullie de tool al kennen en al gebruikt hebben of niet. Dan kan ik toch enigszins inschatten hoe hard ik moet ingaan op ja, details of op de basiskennis over de tool of niet. Dus ik weet niet, Marie, of de poll al loopt intussen? Ja, of dat de poll loopt. En het is een beetje een nek-aan-nek race tussen ja en nee. Ondertussen zijn we meer richting 60% nee, 40% ja. Maar het is nog, we zitten aan 50-50, dus het is nog aan het switchen. We gaan misschien nog eventjes wachten tot de poll stilvalt en dan de resultaten. Super, ik zie het nu ook binnenkomen en de deelnemers ook, neem ik aan, de resultaten. Dus net iets meer mensen die het Business Model Canvas nog niet gebruikt hebben, 56%. En dan een goed deel, 44%, toch ook al wel gebruikt. Oké, okay, heel goed om weten. Dat geeft mij een idee, dus dan is het ongeveer 50-50. Dat is interessant. Wie het nog niet kent, geen zorgen alleszins. Hè. Dus we gaan vandaag zeker ook wel de basics meegeven. Maar ik ga daar niet extreem lang bij stilstaan op de manier waarop je het in eerste instantie zou invullen. Als je het in eerste instantie gaat invullen, dan heb je vooral de 2 levels die je nu op het scherm ziet, die aan bod komen. Ik noem dat dan levels. Het klinkt misschien ingewikkelder dan het is. Maar in ieder geval, als je de eerste keer een Business Model Canvas gebruikt, dan is dat een soort van checklist. Dan ga je die 9 vakken die je in de achtergrond nog ziet staan, eigenlijk gaan invullen. Dat zijn op zich ja, 9 vragen die je moet beantwoorden of 9 keuzes die je moet maken wanneer je een bedrijf ja, wil vormgeven, wil gaan opstarten. En dat is een heel interessante functie van die tool. En je zou dat dan als een soort van checklist kunnen beschouwen. Hè. Je moet over die 9 aspecten die het ecosysteem van jouw bedrijf gaan vormen, gaan nadenken, daar keuzes in maken. En dan heb je eigenlijk in kaart gebracht hoe dat jij gaat werken. Heel interessant. Nu, Business Model Canvas kan je echt zeker ook op een andere manier nog gaan gebruiken. Of op meer verdergaande manieren gaan gebruiken. Een tweede level heb ik hier dan Story genoemd. En dat is ook het hele leuke aan die tool. Als je dat canvas hebt ingevuld, als je die 9 vragen goed hebt beantwoord, dan ga je eigenlijk automatisch een soort van verhaal kunnen maken van jouw businessmodel. Je gaat dat op een heel logische manier uitgedacht hebben en uitgeschreven of uitgetekend hebben. En dat maakt dat je het ook op een heel coherente en logische manier kan gaan vertellen aan mensen. En dat is ook wel heel interessant. Sommige mensen doen dat van nature al, maar sommige mensen ja, weten niet goed wat eerst vertellen. Deze tool helpt u om daar een heel coherent en logisch opgebouwd verhaal van te maken. En eigenlijk door gewoon die vakken in een logische volgorde toe te lichten aan iemand, dan gaat hij een heel goed zicht krijgen op ja, hoe jouw bedrijf werkt. En zeker als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat echt een grote aanrader om het canvas een keer in te vullen. Op basis van de situatie in jouw bedrijf zoals die vandaag is. Dus dat is echt het basisgebruik van het Business Model Canvas. Enerzijds als een checklist en anderzijds als een manier om een verhaal te maken van jouw businessmodel. Dat zeker aan te raden is en dat zeker interessant gaat zijn. Nu, het Business Model Canvas is nog meer dan dat ook, vind ik. En dat is toch echt wel de boodschap die ik hoop dat jullie meenemen uit de sessie. Heel vaak blijft het wel hierbij voor sommige mensen. Of mensen denken vaak dat het hierbij blijft. Maar het kan echt wel veel meer. Business Model Canvas is, vind ik, echt ook een creativiteitstool. Een tool om je te gaan helpen om je bedrijf te gaan
transformeren, om het te gaan vernieuwen, om op nieuwe ideeën te komen. En daar kan de tool u echt heel goed bij helpen. En dat is ook voornamelijk de insteek van vandaag. Dus we gaan die checklistfunctie doorheen de sessie ook wel tegenkomen. Ik ga iedere keer zeggen van oké, als je op een standaard in kaart brengende manier het businessmodel canvas wil invullen, zou je dit kunnen invullen. Maar als je het wil gaan gebruiken als een transformatietool, dan zijn hier een aantal ideeën om jouw businessmodel op een nieuwe manier te gaan aanpakken. Het gaat dadelijk allemaal veel concreter worden, maar ik vind het leuk om voordat we echt uit te leggen hoe je die tool moet gaan gebruiken, om uit te leggen waarvoor je die tool kan gaan gebruiken. En zoals ik al een paar keer gezegd heb nu, het is echt een tool om je te gaan helpen transformeren. En in dat opzicht zou je eigenlijk kunnen zeggen, en dat is dan helemaal hetgeen dat ik hoop dat je onthoudt, dit zijn de 9 vakken die we dadelijk één voor één gaan overlopen. En dat is de structuur van de presentatie ook. Ik daag je uit om bij elk van die 9 vakken, om die te gaan beschouwen als knoppen waaraan je kunt draaien. En dat zijn eigenlijk 9 gelegenheden, 9 manieren om het anders aan te pakken dan de anderen. Als iedereen in jouw sector bijvoorbeeld dezelfde klantengroepen beoogt, dat is iets dat we dadelijk gaan uitleggen, dan is het voor jou misschien wel interessant om aan die knop eens een draai te geven en een totaal andere klantengroep te gaan beogen en misschien geen concurrentie te hebben bij die nieuwe klantengroep. Klinkt misschien een beetje utopisch, maar dat is het principe. En dat kan je eigenlijk doen voor elk van de 9 vakken. En dat maakt het zo leuk. Die structuur van dat Business Model Canvas geeft u een structuur om op ideeën te komen op 9 verschillende fronten. En daar zit de grote verdienste. Dus voilà, dat is de manier waarop we vandaag de tool gaan gebruiken. Hopelijk heb ik nu een klein beetje al jullie interesse gewekt voor de tool. En nu ga ik heel kort even zeggen wat we juist gaan bespreken. Dus het gaat over een business model. Wat is een business model? Een beetje een business jargon term. Maar eigenlijk zo'n business model beschrijft hoe jouw bedrijf 1 waarde creëert voor de klant. Ook hoe jouw bedrijf die waarde levert. En ten derde, hoe jouw bedrijf die waarde valoriseert. Anders gezegd, wat doe je? Voor wie doe je het? Hoe ga je dat realiseren? Met welke middelen? Met welke mensen? Met welke kosten? En ook, hoe ga je daar geld voor in ruil krijgen? Hoe ga je het valoriseren? Hoe ga je daar geld voor in ruil krijgen? Een belangrijk verschil, en ik merkte in de vragen op voorhand dat er soms wel misverstanden over zijn, begrijpelijk. Een business model is niet hetzelfde als een business plan. Het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Een business model is eigenlijk, daarin ga je de principes van jouw bedrijf in kaart gaan brengen. De werkwijze, de inhoudelijke keuzes, die ga je gaan benoemen. Bij een business plan ga je dat ook echt heel concreet maken. Je gaat er bijvoorbeeld een tijdslijn tegenover zetten. Je gaat er cijfers op plakken. Een financieel plan gaat er deel van uitmaken. Welke inkomsten wil je halen in jaar 1, in jaar 2, in jaar 3? Wat is jouw missie? Wordt daar ook vaak in opgenomen. Dus dan ga je alles gaan vertalen in een concreet plan. En het business model is eigenlijk een stapje eerder. En ga je de algemene inhoudelijke keuzes maken die later vertaald worden in dat businessplan. En een makkelijke manier om het verschil te onthouden of om het nog wat te duiden, is eigenlijk een vergelijking met het plan van een architect. Je zou kunnen zeggen dat een businessmodel is eigenlijk een beetje de tekening die een architect maakt, het grondplan dat hij maakt van een huis. Er zijn een aantal basisblokken die er sowieso in moeten. Een living, een keuken, een badkamer, toiletten, slaapkamers. Dat zijn de basisblokken die moeten geschoven worden tot dat model klopt, tot het goed in elkaar zit, hè, dat de logische plekken naast elkaar liggen. Dat is het business model. Hè. Je moet ervoor zorgen dat inhoudelijk alles juist staat. Eens dat dat op punt staat, dan kan je het ook gaan vertalen in een businessplan of in het geval van een architect kan je het gaan vertalen bijvoorbeeld in een aanbesteding, in een tijdslijn ook, in een werfplanning, een budget, hoeveel bakstenen moeten er besteld worden, hoeveel kilo cement, wanneer gaat de aannemer komen, welke aannemer, dat is het businessplan, het grondplan, een beetje verwarrend omdat een grondplan ook plan is, maar het grondplan van een architect is dan eerder vergelijkbaar met het businessmodel. Dus dat is een makkelijke manier, denk ik, om het verschil te onthouden en hopelijk om het nooit te vergeten, want het is soms verwarrend als je die termen door elkaar gaat gebruiken. Wij gaan het vandaag hebben over uw businessmodel. En hoe gaan we dat doen? Hoe ga je nu een businessmodel in kaart gaan brengen?
Hiermee, dat heb ik al gezegd, het Business Model Canvas. Dat is hier het originele ontwerp daarvan door Strategizer. Dat is de firma van Alexander Osterwalder die dit ooit bedacht heeft, 20 jaar geleden. Intussen wordt dit model wereldwijd door enorm veel mensen gebruikt, omdat het ja, een heel handige tool is met allerlei mogelijke toepassingen. Als het nu gaat om bedrijven opstarten, bedrijven innoveren, transformeren, projecten opstarten binnen een bedrijf. Je kan het daar allemaal voor gaan gebruiken. Nu, dat Business Model Canvas gaat u helpen om ja, dus uw ecosysteem van uw bedrijf in kaart te gaan brengen. En het bestaat uit 9 bouwblokken. Die gaan we dadelijk allemaal één voor één overlopen. Wat is het leuke aan dat Business Model Canvas? Elk bedrijf kan dat invullen. Of dat nu gaat over Apple of Amazon, een multinational tot en met, of de broodjeszaak om de hoek. Het werkt voor iedereen en alle 9 vakken zijn altijd ja, aanwezig. Dus in dat opzicht, ook voor jullie 100% zeker, kan je het heel goed gaan invullen. Is dat nu genoeg als we dat invullen? Ja en nee. Dus als je dit gaat invullen, dan ga je zicht krijgen op je businessmodel. Dan ga je ook ideeën kunnen genereren voor vernieuwingen in je businessmodel. Maar het is niet omdat jouw businessmodel is ingevuld en het lijkt te kloppen dat je voor altijd safe zit. Want er zijn allerlei elementen die gaan inspelen op je businessmodel. En dat is iets dat in evolutie is. En slimme mensen hebben dat beschreven van wat voor elementen zijn dat daarop inspelen. En je zou kunnen zeggen dat dat uit 4 hoeken kan komen. Enerzijds de markt die gaat inspelen op jouw businessmodel. Er gaan altijd evoluties zijn in de markt waardoor je misschien daarop gaat moeten inspelen. Stel dat jij vandaag, of tot, vandaag is geen goed voorbeeld, maar stel dat jij een vliegmaatschappij was die al jarenlang heel goed werkte en opeens komt daar een Ryanair die totaal andere verwachtingen creëert bij de klant door heel lage prijzen te gaan vragen. Oké, dan heeft de markt een grondige wijziging doorgemaakt en moet jij er ook op kunnen inspelen als klassieke vliegtuigmaatschappij. En daarop gaan inspelen. Dus een voorbeeld van hoe de markt kan evolueren, waardoor dat jij als bedrijf ook mee moet gaan evolueren en je businessmodel moet gaan veranderen. Een andere richting waaruit dat die evoluties kunnen komen, is ja, de industrie of de sector, de wijzigingen die bij je concurrenten bijvoorbeeld plaatsvinden. Hoe gaan uw partners werken? En hebben zij bijvoorbeeld misschien nieuwe machines die dat veel interessanter zijn, waardoor je ook weer mee gaat mee moeten evolueren? Hè? Denk aan fotografie, als jij vroeger heel goed was in fotorolletjes ontwikkelen, dan kwam er op een bepaald moment digitale fotografie. Ja, dan moet jij mee in die evolutie. En de industrie heeft ervoor gezorgd dat heel veel fotografen hun businessmodel totaal hebben moeten wijzigen. Dus ook een mogelijke richting waaruit dat jouw businessmodel ja, geïmpacteerd kan worden. Derde manier waarop dat waarop dat jouw businessmodel kan moeten evolueren, is door trends. Hè. Er zijn allerlei grote trends die spelen, kleine trends die spelen. Denk aan ja, maatschappelijke verschuivingen, hè. Het oog voor ecologie. En dat heeft natuurlijk ook grote impact. Als jij vroeger jeeps verkocht die heel veel CO2 uitstoten, ja, dan moet je daar misschien nu meer en meer rekening mee gaan houden. De vergrijzing, individualisering, wat dan ook. Dat zijn heel grote trends die inspelen. En dan heb je de vierde richting nog, en dat zijn ja, macro-economische wijzigingen. Denk aan, en dat is misschien wel wat we vandaag aan meemaken, zijn ja, crisissen bijvoorbeeld, die ook grote impact kunnen hebben op je businessmodel, waardoor dat je je businessmodel soms serieus moet gaan aanpassen. Daar gaat het vandaag natuurlijk over gaan. De coronacrisis is een absoluut zeer duidelijk voorbeeld van een evolutie die ja, je businessmodel impacteert en die ervoor zorgt dat je toch wel wijzigingen vaak zal moeten doorvoeren om goed bezig te kunnen blijven. Op vandaag is die impact dus heel groot. Dat is hier een quote van Yuval Noah Harari. We merken dat er heel veel verandert op een veel snellere manier dan normaal. Eén cijfer of één grafiekje, maar om dat te illustreren, want het is verschillend voor elke sector. Maar bijvoorbeeld op vlak van e-commerce zie je dat er heel snel dingen aan het wijzigen zijn. E-commerce steeg al jaren natuurlijk, maar hoe snel het nu gewijzigd is in de voorbije weken is ongelooflijk. Of dat gaat blijven, dat weten we niet. Ik ga daar ook geen uitspraken over doen, ik ga dat niet voorspellen. Maar de kans is groot dat er een aantal dingen wel gaan wijzigen op korte
En wellicht ook wel op langere termijn, dus je kan er maar beter op proberen in te spelen. Hoe ga je nu om met die grote wijzigingen? Er is niet één gouden formule. Het is niet zo dat ik jou een antwoord kan geven, dat moet je doen en dan komt het goed. Uiteraard niet. Maar ik raad wel aan om je businessmodel, zoals we dat in kaart gaan brengen doorheen de verdere sessie, kritisch in vraag te stellen. Om eigenlijk een aantal kritische vragen te stellen over jouw vandaag bestaande businessmodel en eens te bekijken van oké, zijn er eventueel aspecten, ja, binnen die 9 vakken of gewoon in jouw businessmodel als geheel, die gevoelig zijn voor problemen, die bijvoorbeeld niet per se corona-proof zijn en daardoor ja, kwetsbaar zijn. En hier zijn al een aantal vragen die je zou kunnen stellen, maar er gaan er doorheen de sessie nog komen. En dat zijn eigenlijk allemaal triggers, allemaal vragen die jou weer op ideeën kunnen brengen. Kan de klant bijvoorbeeld bij jou heel makkelijk overstappen naar concurrenten? Ja, misschien is dat, vind je dat niet erg, maar het zou kunnen dat je bepaalde principes zou kunnen inbouwen waardoor die overstap minder makkelijk is. Dus dat is een vraag waar je heel goed over zou kunnen nadenken en misschien wel interessante ideeën uit zou kunnen halen. Heb jij vandaag terugkerende inkomsten of moet je iedere keer opnieuw van nul beginnen, elke maand opnieuw met een lege orderboek beginnen en ervoor zorgen dat die teruggevuld geraakt? Kan een werkend model zijn, maar het kan ook interessant zijn om op zoek te gaan naar een model waarbij dat jouw inkomsten iedere maand bijvoorbeeld of ieder jaar quasi vanzelf terugkeren, tenzij mensen afhaken. Verdien jij vandaag geld voordat je het moet uitgeven of totaal niet? Kan ook heel interessant zijn, mocht je een model vinden waarbij dat wel mogelijk is. Er zijn zo'n modellen, crowdfunding is bijvoorbeeld zoiets, maar er zijn nog andere modellen. Heb jij een disruptieve kostenstructuur? Ook een interessante, hè? Zijn er bepaalde kosten die jij moet maken, die eventueel gewoon weggelaten door iemand anders gemaakt zouden kunnen worden? Als dat zo is, dan moet je er misschien wel gaan rekening mee houden dat als jij daar niet gaat op inspelen, dan een concurrent daar misschien wel op gaat inspelen. Dus dat is ook iets dat je kritisch over moet gaan nadenken. Zijn er eventueel partners die gratis of in een win-win situatie, zal ik het misschien eerder noemen, kunnen samenwerken met jou? Dat kan het ook heel interessant maken. En is jouw businessmodel voldoende schaalbaar? Kan je eigenlijk gaan groeien met je businessmodel of zit je toch beperkt door bijvoorbeeld ja, het aantal mensen dat in je bedrijf werkt? Misschien is dat één mens. Zit jij beperkt met je aantal uren dat je hebt en is het daardoor eigenlijk niet schaalbaar? Kan een werkend model zijn, maar het kan ook interessant zijn om een deel van uw businessmodel zo op te vatten dat het wel schaalbaar is, dat het onafhankelijk is van het aantal uren dat je erin steekt, dat er toch bepaalde groei mogelijk is. Er zijn een aantal triggers. Door die vragen te stellen, door een aantal zaken in vraag te gaan stellen in jouw businessmodel, ga je eigenlijk heel veel businessmodel ideeën kunnen gaan genereren. En dat is ook waartoe dat ik u wil uitdagen met de sessie vandaag, om zoveel mogelijk ideeën te gaan genereren en dan natuurlijk te gaan kiezen welke ideeën goed zijn. Je moet niet elk idee gaan effectief toepassen, maar door er veel te hebben, ga je uiteindelijk wel op een aantal goede ideeën komen. En dat gaat u, ja, denk ik, heel sterk kunnen helpen. Businessmodel Canvas geeft u dus een kader om al die vragen te gaan structureren en om daar op zoek te gaan naar de grote opportuniteiten. Ik zei het al, er is niet een gouden formule om dus uw businessmodel te gaan verbeteren. Maar er zijn wel een soort van shortcuts. Die vragen die ik er net al oplijstte, zijn er een aantal. Dat zijn een aantal triggers die u aan het denken kunnen zetten. Dit boekje of dit idee is ook een shortcut, zou ik zeggen. Het is een heel tof boekje van Austin Kleon. Ik heb het hier trouwens ook bij mij liggen. Het is niet dik. Ik denk op ongeveer een half uurtje kunt je het uitlezen. En ik vind het fantastisch. Het brengt u echt heel goed op idee, gewoon al door het te lezen. Wat is nu de boodschap van dat boekje? Eigenlijk stelt Austin Kleon, de auteur, dat geen enkel idee echt nieuw is. Of bijna geen enkel idee is echt nieuw. Heel vaak zijn ideeën, ja, herwerkingen van bestaande ideeën. En dat is oké. Dat is ook helemaal niet erg. Integendeel, als je als een artiest te werk gaat, dat is een beetje zijn boodschap, dan ga je ook net op basis van eerdere ideeën daar jouw eigen ding mee doen en daar iets nieuws van maken. En dat is net heel mooi. En zo komen soms de mooiste ideeën daaruit. En dat is ook het principe dat ik zou willen toepassen in de sessie vandaag. Je gaat een heel aantal voorbeelden zien. Probeer bij elk van die voorbeelden eens te denken, oké, in die situatie hebben ze dat zo gedaan.
Kan ik dat principe gaan toepassen in mijn eigen onderneming? Kan ik daar ook iets mee doen zonder het te gaan kopiëren? Want kopiëren is niet per se de goede manier, maar eerder ja, inspiratie eruit halen. Niet imiteren, maar transformeren. Ja, je ziet hier een aantal principes uit het boekje en dat is de manier waarop dat we ja, te werk zouden willen gaan. Drie korte voorbeelden die aangeven hoe dat kan in zijn werk gaan. Hier zie je bijvoorbeeld een restaurant dat zijn bedeling van het eten in het restaurant heeft geïnspireerd op de manier van werken in een luchthaven, op de transportband van bagage. Ze zijn datzelfde idee gaan toepassen in een restaurant en daar een heel nieuw concept uitgehaald. Heel leuk principe dat op zich al een soort verkoopsargument is om naar dat restaurant een keertje te gaan. Ander voorbeeld, ook heel mooi, van een bedrijf dat MRI-scanners maakt. Dat is een vaak wel traumatiserende ervaring als je in zo'n scanner moet gaan zitten. Zeker voor kinderen. En ze zijn op het idee gekomen van, kijk, kunnen we eventueel elementen gaan halen uit hoe ze bijvoorbeeld bij pretparken te werk gaan en daar beleving aan gaan toevoegen, positieve beleving aan gaan toevoegen, waardoor het dat een minder traumatiserende of minder enge beleving wordt. En ze zijn die scanner als een piratenboot gaan inkleden. Heel tof gedaan. Blijkbaar zijn ook zelfs is de verpleging die erbij bij staat ook verkleed als piraat. En gaan ze voor die kinderen dat eigenlijk een veel leukere moment maken, waardoor ze daar heel veel rustiger en stiller ook in kunnen blijven liggen. Een idee van hoe je uit een andere sector soms iets kan gaan halen en toepassen en daardoor ja, het veel sterker maken. En een laatste idee, het hoeft niet altijd van andere bedrijven te komen. Dit is het principe van biomimicry, van dingen gaan kopiëren uit de natuur. Rechts zie je de bullet train in Japan. Dat ontwerp van die trein is geïnspireerd op op de vorm van de bek van een kingfisher, dat is denk ik een ijsvogeltje. En daar hebben ze dus ook een idee gehaald uit de natuur in plaats van uit een ander bedrijf. Dus dat is een heel leuk principe dat ik u zou willen toe uitdagen om dat ook te gaan toepassen doorheen de sessie, maar ook in de toekomst. Oké. Dat als inleiding is veel gezegd, maar als aanloop naar de vakken, want we gaan er nu één voor één eens doorgaan. We gaan elk van die 9 vakken eens overlopen en ik ga er telkens kort bij vertellen waarvoor staat dit vak, maar vooral ook wat voorbeelden geven van hoe innovatieve bedrijven uit de creatieve sector, toch bijna allemaal uit de creatieve sector, ja, innovatief te werk gaan met dat vak. We beginnen met, ja, je kan eigenlijk met deze 2 vakken beginnen, ofwel het aanbod ofwel de klantengroepen. Dat is typisch dat de 2 vakken, een van die 2 vakken waarmee dat we beginnen. Dat zijn ook de belangrijkste vakken van het Business Model Canvas, dat kan je gerust zo stellen. Ik stel voor dat we beginnen met het aanbod, maar het zou perfect ook anders kunnen. Wat ga je nu gaan beschrijven in dit vak van het Business Model Canvas? Daarin ga je schrijven, wat is jouw aanbod natuurlijk? Hè? Welke diensten of producten ga je leveren? Wat doe jij om waarde te creëren voor jouw klant? Hè? Dat mag heel functioneel beschreven worden. Hè? Ik maak kleding, ik maak design meubilair, ik lever communicatie, advies, wat dan ook. Het kan heel verschillend zijn, maar wat doe jij om waarde te creëren voor jouw klanten? En vooral, en dat is dan het volgende stapje, op welke manier is dat onderscheidend? En daar zijn we echt naar op zoek. Hoe kan je met jouw aanbod het verschil maken tegenover andere concurrenten? Dat is hetgeen dat je moet op uitkomen en dat is hetgeen dat je zeker wilt weten komen als je dit vak gaat invullen. Mijn tip of mijn aanbeveling is daar om ook echt wel focus te durven kiezen. Je hoeft niet per se iedereen te gaan overtuigen of je hoeft niet per se een dienst te bieden die voor iedereen interessant is. Het is vaak veel interessanter om echt iets gericht te gaan kiezen en om een bepaalde specialiteit te gaan kiezen en daardoor bepaalde mensen net veel beter te gaan helpen. Dat is een algemeen advies. Nu, als we het canvas gaan gebruiken als transformatietool, dan wil je ook gaan nadenken van oké, hoe kan je dit aanbod nu op een andere manier dan klassiek gaan invullen? En daarom heb ik bij elk van de 9 vakken ook een innovatievraag opgenomen. En bij deze is dat vrij evident. Hoe kan je nu dat aanbod op een andere manier gaan invullen? Hoe kan je op een andere manier waarde gaan creëren?
een aantal voorbeelden. En ik begin met een fictief voorbeeld, omdat dit ook doorheen heel de hele business model canvas gaat meegaan. Ik heb dat volledig zelf bedacht, dus dit bestaat niet echt. Maar stel dat er een bedrijfje zou zijn, dat heet Masker. Die maken mondmaskers, hippe, mooie mondmaskers, kleurrijk. Dan, hoe zou zij dan het business model canvas kunnen invullen op een standaard manier, dus zonder per se innovatief te zijn? En dat gaat ons helpen om heel snel duidelijk te maken hoe je dat canvas concreet kan gaan invullen. Dus als dat fictieve bedrijf, Masker, zijn aanbod zou moeten beschrijven, dan zouden ze kunnen zeggen, oké, wij maken kleurrijke mondmaskers uit biokatoen. Dat is een heel korte omschrijving. Dat vind ik ook heel goed als je dat op die manier kan doen. Je aanbod in één zin gaan beschrijven en daarin ook benoemen wat dat de typische kenmerken zijn en ook wat de onderscheidende kenmerken zijn. In hun geval dat ze kleurrijk zijn en dat ze uit biokatoen zijn. Zo zouden zij dat aanbod kunnen gaan beschrijven in het canvas. Anderzijds zouden ze dat ook op een meer abstracte manier kunnen gaan beschrijven. En dat is ook wel een interessante manier om dat te gaan bedenken, om dat te gaan bekijken. Dus niet enkel functioneel, wat doen wij heel concreet, maar ook abstract. Wat is eigenlijk abstract hetgeen dat wij verkopen? Ja, wij verkopen de mogelijkheid om je creatief te uiten met uw kleding, bijvoorbeeld. Dat abstracte is soms iets moeilijker te vatten, maar als je dat zou... Ik vind het makkelijker om uit te leggen, bijvoorbeeld als je het hebt over een verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij verkoopt polissen. Hè? Dat is zo heel functioneel beschreven. Een polis om je te verzekeren tegen bepaalde risico's. Maar ook een verzekeringsmaatschappij verkoopt ook zekerheid. Dus dat is dan meer die abstracte manier om het te gaan benoemen. Als je nu innovatief wil gaan zijn op vlak van aanbod, en als je wil gaan inspelen op die coronacrisis, zijn er heel veel mogelijkheden. En ik heb er maar een paar hierbij die u misschien dus aan het denken kunnen zetten. Ik zeg het, het zijn niet per se geniale technologische innovaties, maar eerder richtingen die misschien ook in uw situatie toepasbaar zijn. Dit is het voorbeeld van een fotograaf. Ik ken zijn naam even niet meer uit het hoofd, maar zijn bedrijf heet Portrait Brussels. En dat was een fotograaf die vanwege de coronacrisis geen opdrachten meer mocht aannemen in de studio. Dus die werd heel hard beperkt in zijn mogelijkheden om als fotograaf opdrachten binnen te halen. Wat is die gaan doen? Die heeft een nieuw aanbod gecreëerd waarbij hij mensen thuis, bij hun thuis, gaat fotograferen terwijl hij van op straat staat en hun eigenlijk in hun deuropening, of hier in dit geval in hun raam, van op verre afstand gaat fotograferen en daar een soort van coronaportret van maken, wat wel kan binnen de social distancing normen. Dus eigenlijk heeft hij een nieuw aanbod toegevoegd aan zijn bestaande aanbod van fotoopdrachten, dat toch rekening hield met al die coronabeperkingen. Dus misschien kan jij ook wel, rekening houdende met de beperkingen, nieuwe toepassingen gaan bedenken die wel kunnen, ondanks de beperkingen. Oké. Het was geen heel uitzonderlijk nieuw technologisch innovatief idee, maar gewoon creatief omgegaan met de beperkingen die er zijn. Dit is wel eerder technologisch. Hier zie je het voorbeeld van Rombit, een digital agency. Zij hadden al langer een soort van smartwatch armband die u kan helpen op de werkvloer om bepaalde veiligheidsvoorschriften te volgen. Zij hebben nu een nieuwe toepassing ingeschoven in die smartwatch die hem plots nog veel relevanter heeft gemaakt. En dat is dat je eigenlijk een melding krijgt wanneer je dichter dan anderhalve meter bent bij een collega. Om zo natuurlijk die social distancing ook weer te gaan garanderen op de werkvloer. Ze hebben hun aanbod dus eigenlijk gaan verrijken met een extra laagje dat inspeelt op die coronabeperkingen. Ook dat is een idee dat je misschien op een abstract niveau eens over moet gaan nadenken. Kan ik iets toevoegen bovenop wat ik al doe, dat inspeelt op die coronabeperkingen of dat inspeelt op de huidige crisisomstandigheden? Dat hoeft niet per se medisch te zijn, maar op de zaken die allemaal aan het veranderen zijn, kan ik daarop inspelen om daardoor mijn product of dienst op dit ogenblik nog relevanter te maken dan anders. Kan ook soms een totaal ander soort aanbod zijn. Hè? Als dienstverlener bijvoorbeeld. Hier zie je twee fotografen die normaal eerder kunstfoto's maken, die
Heel veel mogelijkheden om te werken in het voorjaar hebben ze in het water zien vallen. Een inkomen zal daar ook zeker door geïmpacteerd zijn. Wat zijn ze gaan doen? Oké, ze hebben vastgesteld, er is in de zomer waarschijnlijk wel heel wat extra tijd voor mensen die niet naar het buitenland op vakantie zullen gaan. Laten we daar misschien op inspelen. En ze zijn in plaats van normaal hun foto's te gaan verkopen, gaan ze nu workshops gaan verkopen, fotografie-workshops van verschillende dagen. En op die manier, ja, door een nieuw spoor, een nieuw aanbod te gaan creëren binnen hun normale werk, toch nieuwe klanten gaan vinden, andere soorten klanten gaan vinden. Dus het kan ook een totaal ander soort aanbod zijn dan hetgeen dat je normaal doet. Zoals je ziet, geen wereldschokkende dingen, maar wel richtingen die je hopelijk ook in uw sector u aan het denken kunnen zetten. We gaan naar het volgende vak, dat zijn de klantengroepen. En in dat vak ga je eigenlijk beschrijven voor wie werk jij, voor wie creëer jij die waarde. Wat ik aanraad is om daar in groepen te gaan denken. Dus je gaat misschien wel één of twee of drie, vier, vijf misschien. Veel meer lijkt me moeilijk, maar je gaat een aantal groepen gaan benoemen waarvoor jij wil gaan werken of waarvoor jij vandaag werkt. Ook hier interessant om bepaalde focus te kiezen. Je zou kunnen zeggen, ik werk voor iedereen. Standaard denken veel mensen dat iedereen hun klanten zijn. Dat is niet per se interessant. Als je op iedereen mikt, dan is de kans veel kleiner dat je raak schiet. Als je heel gericht gaat kijken, dan ga je waarschijnlijk ook een veel relevanter aanbod gaan creëren en ga je veel meer kans hebben dat mensen geïnteresseerd zijn. Simon, Ja? ik zou misschien nog eventjes terug willen gaan naar het aanbod, want daar kregen we twee vragen over binnen. Enerzijds de vraag van, moet je je aanbod eerst uitwerken of kijk je naar wat de markt vraagt? Of misschien in het geval van de tijden van vandaag, wat dat de veranderingen in de markt zijn? En een andere vraag gaat over, moet ik eventjes kijken. Als je de mogelijkheid, we geven de mogelijkheid om je creatief te uiten via je kleding. En dan niet meer over die mondmaskers, maar over alle vormen van kleding. Is dat dan niet zo'n beetje als de why van Simon Sinek? En is er plaats voor de why van Simon Sinek in het business model canvas? Of blijf je daar wat praktischer? Tweede vraag. Ja, de why van Simon Sinek kan zeker terugkomen in uw aanbod. Ik denk dat dat interessant is om dat zo te gaan beschrijven. Dus ja, absoluut. Dat is daar zeker relevant. Ja, wat de eerste vraag betreft. Wat er eerst moet komen als je start als bedrijf, dan denk ik dat er zijn de twee opties. Er zijn bedrijven die starten vanuit een heel specifieke klantennood en daarop een aanbod gaan ontwerpen. Dat is een interessante manier, want dan ga je, als je dat echt volgens de regels van de kunst doet, ga je echt een antwoord gaan bedenken op maat van reële problemen bij je klanten. En soms is dat een gevaar dat je in je hoofd een aanbod bedenkt en dan daarna gaat zoeken wie is er nu in geïnteresseerd. Het kan zijn dat er niet per se een match is. Als je echt van de klanten vertrekt en van de noden van die klanten gaat vertrekken, dan is de kans wel veel groter dat die klanten ook effectief geïnteresseerd gaan zijn. Zeker vandaag, als je al een bestaande onderneming had en je merkt er zijn bepaalde problemen bij je bestaande klantengroep ten gevolge van corona, dan is dat de volgorde die zeker interessant is. En dan kan je echt wel gaan kijken van oké, mijn klanten worden vandaag geconfronteerd met probleem X of Y, die ze vroeger voor corona niet hadden. Ja, kan ik daar eventueel op gaan inspelen met mijn aanbod of niet? Door mijn aanbod te gaan verrijken, door een totaal nieuw aanbod te gaan bedenken. Dus dat is zeker een logische richting vandaag als je wil inspelen op de coronacrisis. Maar als je van nul begint, zijn er ook heel veel goede voorbeelden die eerst een aanbod bedenken, die een idee hadden gewoon van een product of een dienst, en dan daarna zijn gaan zoeken van oké, voor wie zou dit kunnen interessant zijn? Kan natuurlijk ook in die richting werken. Als jij voor jezelf een goede oplossing bedenkt, zullen er waarschijnlijk ook wel andere mensen zijn, zoals u, die ook interessant zijn die interesse zullen hebben in die oplossing die jij bedacht hebt. Dus het kan in de twee richtingen werken, denk ik. Dus ik was aan het beschrijven, als je je klantengroepen als je dit vak gaat willen invullen, dan ga je proberen die groepen te gaan benoemen. Dat kunnen er soms meerdere zijn. Durf daar keuzes in maken.
Soms zijn er meerdere kanten aan een klantengroep. Het zou soms kunnen dat je daar twee dingen moet invullen. Stel, je maakt apps voor kinderen, games of zo, voor op een tablet. Dan is jouw klant enerzijds dat kind. Zijn kinderen jouw klanten? Maar anderzijds ook, stel dat het een betalende app is, dan zijn misschien ook de ouders die het moeten gaan betalen, die app, ook jouw klant. Dus het zou ook soms kunnen dat dat gesplitst is. Je hebt ook platformmodellen waarbij dat je verschillende kanten hebt. Stel, je bent Airbnb en je zet een platform op om huizen te verhuren aan mensen die op vakantie willen gaan. Dan heb je zowel klanten die verhuurders zijn als klanten die huurders zijn. Dus dat als side note, ik kan er heel veel online over terugvinden, maar we gaan er niet nu heel diep op in. Maar wat je dus eigenlijk in die klantengroepen gaat willen gaan beschrijven, zijn de groepen waarvoor dat jij waarde gaat creëren. Dat kunnen soms consumenten zijn, dat kunnen soms bedrijven zijn, hè, B2C of B2B. Kan soms ook de twee zijn, of dat kan ook meer en meer door elkaar lopen. Soms ga je via bedrijven op eindconsumenten gaan mikken. Er zijn heel veel verschillende modellen. Het is relevant om te weten waar je op mikt, maar niet alles bepalend. Je kan, ook als je bijvoorbeeld aan bedrijven wil gaan leveren, is het interessant om je af te vragen wie binnen die bedrijven zijn de mensen waar je op wil gaan mikken en hoe ga je die zo goed mogelijk kunnen overtuigen. Als je wil gaan innoveren, als je wil eens gaan denken van oké, hoe kan ik die klantengroepen nu eens op een andere manier gaan benaderen, dan zou je kunnen gaan zoeken, zijn er interessante groepen die je nu nog niet bedient of die je misschien onvoldoende bedient. In het voorbeeld van Masker zou je die klantengroepen kunnen gaan benoemen als ja, bijvoorbeeld millennials die eerder urban gekleed zijn en die duurzaamheid belangrijk vinden. Of je zou, misschien hebben ze wel meerdere klantengroepen, als voorbeeld hier, ze zouden ook kunnen mikken op creatieve bedrijven, bijvoorbeeld die gepersonaliseerde mondmaskers willen bestellen met een opdruk van een logo of weet ik veel. Dus het zou kunnen dat zij hier nu twee concrete klantengroepen benoemd hebben. Wat ik altijd aanraad is om dat op basis van het gedrag van die klanten te gaan beschrijven en niet zozeer op basis van klassieke marketingtermen als 50-plussers met een hogere opleiding. Dat kan zijn dat er een grote match zit met dat soort beschrijvingen, maar dat is niet per se zo. En ik vind het interessanter om het gedrag te gaan gebruiken om je klantengroep echt te gaan benoemen. Wat kan nu een innovatieve manier zijn om hiermee om te gaan? Of wat zou je kunnen doen om je bedrijf te gaan transformeren in deze tijden? Enkele voorbeelden. Hier is het voorbeeld van ILA. ILA is een fotoagentschap, die werken normaal B2B, dus die verkopen normaal foto's aan, als ik me niet vergis, media en bedrijven. Er zijn een aantal freelance fotografen aangesloten bij dat agentschap. Er zijn natuurlijk heel veel opdrachten stilgevallen door de coronacrisis, dus zijn ze bij ILA gaan bekijken, want kunnen we op een andere manier nu zaken doen? En ze hebben daar een oplossing voor gevonden. Ze hebben een webshop opgezet waarbij dat ze mooie prints van die foto's gaan verkopen in kleine oplages aan consumenten. Dus een totaal nieuwe klantengroep voor hun. Ze zijn nu B2C gaan werken in plaats van B2B. En hebben op die manier toch wat business kunnen redden of kunnen blijven laten doorlopen. Ze hebben die foto's aan democratische prijzen verkocht. En de opbrengsten werden dan verdeeld onder de deelnemende fotografen. Kan een idee zijn voor jullie ook om jouw B2B business nu is te gaan bekijken als een B2C oplossing, of omgekeerd natuurlijk. Een ander voorbeeld dat ik zelf heel leuk vind, dat ik wel vaker gebruik in sessies, is dat van Lefty Guitars. Dat is niet nieuw, maar wel heel relevant. Het is een voorbeeld van hoe je eigenlijk door je klantengroep enorm te gaan inperken, toch ook heel succesvol kan zijn. Deze gitaarwinkel verkoopt gitaren, maar enkel voor linkshandigen. Vroeger hadden ze voor iedereen. Maar toen kwam er af en toe linkshandige klant en die moest dan altijd de boodschap krijgen: ik heb uw linkshandig model hier niet, maar je kunt het wel bestellen. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Op een bepaald moment heeft de zaakvoerder beslist: ik ga vanaf nu alleen maar linkshandige gitaar in mijn winkel leggen. En dan kan iedereen die hier echt ook komen testen. En het blijkt dat ze nu betere zaken doen dan vroeger. Er komen nu mensen van heinde en verre naar die winkel. Het is in Putten, een toch eerder kleine gemeente. Maar de mensen komen vanuit het buitenland naar deze winkel omdat ze daar de kans hebben om heel veel verschillende linkshandige modellen te testen. En ze doen dus eigenlijk betere zaken dan vroeger, ondanks dat ze hun
Doelgroep, ja, gedeeld door 10 hebben we gedaan. Hè. Ongeveer 10% van de bevolking is met niets handig. Kan ook voor jullie ondernemingen goed werken, denk ik. Dus een niche doelgroep kan heel interessant zijn als keuze om jouw bedrijf te gaan vernieuwen. Een volgend vak dat we gaan bekijken zijn de klantengroepen. Zijn de kanalen die je gaat gebruiken. Met kanalen bedoelen we zowel de verkoopskanalen, via welke weg verkoop jij jouw producten of diensten, maar ook de communicatiekanalen. Je ziet hier een heel aantal voorbeelden van welke kanalen dat zouden kunnen zijn. De vraag is nu, als het over transformeren en innoveren gaat, zijn er nieuwe kanalen die uw klanten beter kunnen bereiken? Of zijn er bijvoorbeeld kanalen die wegvallen vanwege corona? Waar we een alternatief voor moeten gaan zoeken. In het voorbeeld van Masker zou je kunnen zeggen, hun kanalen zijn bijvoorbeeld sociale media, influencers als communicatiekanalen, maar ook de webshop waar ze dan effectief de producten verkopen. Wat zijn mogelijke kanalen? Een winkel is vandaag de dag iets minder evident. Ze zijn wel terug open, maar is een typisch voorbeeld van een kanaal. Een webshop is natuurlijk voor heel veel bedrijven vandaag een alternatief. Dus je zou kunnen, zoals hier, een aantal fotografen die samen een webshop hebben opgezet om prints van hun foto's te gaan verkopen, zou in deze tijden een nieuw alternatief kunnen zijn. Er zijn heel veel voorbeelden van. Ook in allerlei sectoren. Hier zie je bijvoorbeeld een festival dat is er niet eens kunnen doorgaan, waarbij, omdat wegens corona ook. En ze hebben een online festival opgezet, is ook wel in de media gekomen. Artists Unlimited heette het. En zij verkochten tickets voor dat online festival aan 10 euro en hebben zo 2000 tickets kunnen verkopen voor mensen die ja, via het scherm toch ook die festivalbeleving wilden meemaken. Dus kan in allerlei sectoren. Het hoeft niet altijd online zijn, de innovatie. Het hoeft niet altijd online te zijn. Hier zie je een voorbeeld van een drive-in festival. Er gaan er in België ook een aantal doorgaan de komende maanden, waarbij dat je eigenlijk met de auto naar een festival trekt en daar vanuit je auto meevolgt. Kan ook een innovatie zijn of je op ideeën brengen. Kan je misschien op die manier iets anders gaan doen dan je het vandaag doet. Ik denk bijvoorbeeld aan een soort restaurant drive-in zou ook best kunnen. Misschien brengt het je op ideeën. Een andere manier om daar innovatief in te zijn is dit. Het gaat niet over HEMA, maar het gaat eigenlijk over het Nederlands Fotomuseum. Ook een bedrijf uit de creatieve sector. Die wel slim waren. Ze hebben heel wat foto's die ze normaal willen verkopen. Wat een kanaal is dat wel werkte. Maar dan moesten mensen al naar hun museum komen. Of het museum al kennen om die foto's te weten dat ze bestaan. En om eventueel interesse te vertonen. Dat fotomuseum is gaan nadenken van, oké, maar mensen die geïnteresseerd zijn in foto's, waar zijn die sowieso al? Waar kunnen we die sowieso al vinden? Ah, op de fotoprintservice van bijvoorbeeld HEMA. Dus als wij daar nu aanwezig zijn met onze producten, dan is de kans misschien veel groter dat we een groter publiek bereiken. Dus ze zijn eigenlijk de foto's van het museum via dat HEMA-kanaal ook gaan aanbieden en zo een veel groter publiek gaan bereiken. Misschien is dat iets dat jij ook wel zou kunnen op inspelen. Zijn er plekken, mogelijke partners die jouw publiek ook heel goed bereiken, waar jij misschien mee op de trein kan springen en zo een groter publiek gaan bereiken. Het volgende vak, dat zijn de klantenrelaties. Misschien ook wel een van de abstractere vakken van het Business Model Canvas. Daarin ga je eigenlijk beschrijven, hoe zorg jij ervoor dat je een relatie opbouwt met je klanten? Hoe ga je ervoor zorgen dat die klanten niet, nadat ze een aankoop hebben gedaan bijvoorbeeld, weg zijn en dat je daarna nooit meer ziet of nooit meer hoort? Er zijn heel veel verschillende manieren om dat te gaan doen. Je kan bijvoorbeeld een abonnementservice gaan opzetten, waardoor dat mensen automatisch een langere termijn relatie opzetten met jou. Maar je kan ook daar op andere manieren op gaan inspelen. Bijvoorbeeld door een heel persoonlijke dienstverlening te gaan bieden, waardoor de mensen jou ook echt persoonlijk gaan kennen. En als je dat heel goed uitwerkt, dan ga je daardoor automatisch al een relatie beginnen opbouwen en gaat de kans groter worden natuurlijk dat ze terugkomen als ze jou kennen. Er zijn verschillende modellen mogelijk. De vraag die we vandaag willen stellen is van hoe kan je daar innovatief in zijn? Of hoe kan je die levenscyclus van jouw bedrijf gaan versterken door een heel goede klantenrelatie op te bouwen of door een heel slimme klantenrelatie op te gaan bouwen. En om daar op ideeën te komen, zou ik je dus aanraden om ook die levenscyclus van jouw businessmodel ja, eens te gaan
overschouwen en bekijken van oké, waar kan ik eventueel die relatie beter gaan benutten of beter gaan versterken. In het voorbeeld van de mondmaskers is op zich het model een self-service model. Dus dat wil zeggen, er is een webshop waar mensen gewoon zelf hun masker kiezen, dat bestellen en ze komen eigenlijk niet per se rechtstreeks in contact met de verkoper van de maskers. Maar door in dit geval bijvoorbeeld met sociale media te werken, zou je kunnen wel een iets langere termijn relatie opbouwen met je klanten om toch regelmatig terug op de radar van die klanten te gaan verschijnen, zodat ze jou niet vergeten, zodat ze eventueel ambassadeur kunnen worden van jouw merk en erover gaan vertellen tegen anderen. Dat is een eerder klassieke invulling van de klantenrelatie. Er zijn vandaag leuke ideeën van hoe je dat op een andere creatieve manier kan gaan invullen. Bijvoorbeeld winkelen op afspraak is iets dat we vandaag noodgedwongen veel zien. Dat je echt, ook als je naar een kledingwinkel bijvoorbeeld gaat, ook op afspraak kan gaan en dat je daardoor een veel persoonlijkere dienstverlening gaat krijgen, kan je ook in andere sectoren gaan toepassen. Kan je misschien extreem persoonlijke diensten, extreem persoonlijke relatie aan proberen te gaan met jouw klanten en daardoor het ook veel sterker gaan maken. Dat kan ook online. Hier is het voorbeeld van Presley, dat is een Belgische PR-software die volledig online hun diensten aanbieden. Het is een online tool. Maar die gaan toch ook die persoonlijke aspecten daarin gaan toevoegen door. Bijvoorbeeld, als je klant wordt met Presley, heb je een heel persoonlijk contact. Een mens die je kent, die je aan de lijn kan krijgen, waarmee je waar je vragen aan kan stellen. Je krijgt ook een gsm-nummer in plaats van een algemeen nummer. Het wordt echt zo goed mogelijk als een persoonlijke dienst aangeboden. Ze gaan het ook doortrekken, bijvoorbeeld in de chat op hun website. Als je daarop aankomt, zie je ook echt meteen welke mensen zitten aan de andere kant van de lijn. Je moet dat natuurlijk ook wel kunnen waarmaken. Als je die persoonlijke diensten wil gaan opbouwen, dan moet je daar ook dat we bij kunnen waarmaken. Soms kan het ook... ik denk dat mijn slide even was... Nee, voilà. Hier is de volgende slide. Je kan ook die persoonlijke diensten noodgedwongen van op afstand proberen te gaan bieden, op een andere manier dan daarnet. Dit is het voorbeeld van Azaard, een handtassenlabel. Zij verkopen heel mooie handtassen, maar doen ook al langer workshops om zelf je handtas te gaan maken. Die workshops zijn nu tijdelijk niet meer mogelijk, wegens corona. Maar ze hebben een alternatief bedacht, namelijk do-it-yourself kits, die je kan bestellen om thuis, zonder dan de persoonlijke interactie, maar wel met heel gedetailleerde richtlijnen, toch ook zo'n workshop op je eentje te gaan doen. En zo compenseren ze toch voor dat gebrek aan workshops. Of zo vinden ze eigenlijk een alternatief voor die workshops in deze tijden. Dit vind ik ook een leuke, is van DIFT, een communicatiebureau. Die hadden al veel langer, en dat is heel, heel gangbaar in die sector, eerder persoonlijke relaties met hun klanten. Hè. Als jij een communicatiecampagne voor een bedrijf uitwerkt, dan heb je natuurlijk een persoonlijk contact bij dat bedrijf. Maar zij zijn nu in coronatijd dat gaan upgraden nog wat. En ze zijn eigenlijk proactief hun klanten gaan benaderen en gaan zeggen van kijk, beste bakker, beste frituur, allerlei kleinhandelklanten van hun die ze al hadden. Jullie gaan ook rekening moeten houden met die social distancing. Wat als wij jullie nu een aantal communicatietools ontwerpen in jullie eigen huisstijl aanreiken, waarmee dat je die social distancing kan gaan communiceren in de zaak. Ze zijn dat proactief gaan doen en ook in hun geval zelfs gratis, dus het was een soort van vriendendienst. Maar het was natuurlijk een beperkte hoeveelheid materiaal dat ze aanleverden. Wat is nu gebleken? Dat heeft heel goed hun relatie met die klanten versterkt, opnieuw opgefriest. En er zijn zelfs ongeveer de helft van de personen die ze zo benaderd hebben, hebben ook bijkomende bestellingen gedaan voor andere materialen. En op die manier zijn er ook betalende opdrachten uit voortgekomen. Dus het werkt in twee richtingen en is een interessante manier om uw relatie echt ook te gaan versterken door dat proactieve erin te gaan stoppen. Een bekend model om uw klantenrelatie te gaan versterken, dat iets minder positieve bijklank heeft, is het lock-in model. Apple is zo'n voorbeeld. Hè. Doordat ze met hun eigen aansluitingen van bedradingen werken,
wordt het voor klanten altijd maar moeilijker om uit dat model te stappen en om andere merken te gaan kopen, want dan moeten ze weer nieuwe kabels gaan zoeken. Er zijn natuurlijk nog zo'n voorbeelden. Scheermesjes en de houders van die scheermesjes zijn ook een typische, of printers en de patronen die in die printers moeten passen. Nu, dat is misschien ook wel een concept dat je zelf zou kunnen toepassen. Zelfs als je geen technologische producten verkoopt, je zou kunnen ja, een soort van aspect toevoegen aan je producten, van je dienst, waardoor mensen graag binnen dat systeem blijven. En wat zou een voorbeeld kunnen zijn? Als je een soort van verzamel aspect toevoegt. Hè. In media is dat heel gangbaar. Ik denk dan aan de klassieke Snoeks almanak. Ja, op een bepaald moment was het heel, heel populair om die allemaal te gaan verzamelen. En dan werd het heel lastig als je een jaargang niet had, want dan zat je met een gat in je verzameling. Vandaag bestaat dat misschien ook nog bij muziek. Je wil alle platen van een bepaalde muzikant hebben om je verzameling volledig te houden. Dus dat zou iets kunnen zijn dat je ook op kan inspelen in bepaalde sectoren. De volgende vak zijn de inkomstenstromen. Hoe ga je eigenlijk geld aanrekenen voor je werk? Daar zijn heel veel modellen in. Dat is eigenlijk eentje waar de meeste opties misschien wel in zijn. Je kan je producten gaan verkopen, gaan verhuren. Je kan een licentie ervoor gaan vragen, commissie. Je ziet hier de voorbeelden. Om daar innovatief in te zijn, ja, zou ik u aanraden, zijn er misschien verdienmodellen denkbaar waarbij dat je win-win situaties kan opzetten met je klanten of waardoor dat je verdienmodel veel meer schaalbaar kan worden. Ik ga dat aan de hand van voorbeelden proberen toe te lichten. Dus bijvoorbeeld bij Masker, op vandaag verkopen ze B2C via hun webshop aan eindconsument en ook ze verkopen bedrijfspakketten met personalisatie aan bedrijven. Dus dat is eigenlijk tweemaal typische verkoop. Maar er zijn andere modellen. Een extra manier om jouw verkoop, om je verdienmodel te gaan verfijnen in verkoop, is bijvoorbeeld bracketing te gaan hanteren. Bij bracketing ga je niet één variant van je product aanbieden of van je dienst, maar verschillende varianten met verschillende prijzen en je gaat spelen met de opties. Wat is daar interessant aan? Door die opties aan te bieden, gaan jouw klanten ook bijvoorbeeld met verschillende budgetten toch aangesproken kunnen worden. Stel dat je weinig budget hebt en je krijgt maar één optie en die optie is te duur, dan moet je nee zeggen. Maar als je drie opties krijgt, dan zou je kunnen gaan zeggen van oké, die iets lagere optie is voor mij wel interessant. En de klanten met hogere budgetten gaan ook een oplossing vinden die toch op hun maat is. Dus daar ga je, dat is heel interessant naar meer klanten te kunnen gaan bedienen. En voilà. Een ander verdienmodel dat ook wel in opkomst is, is het abonnement. En daar zie je, daar heb je het voordeel van die terugkerende inkomsten. Een tool die daarvoor gebruikt kan worden is Patreon. Dat is misschien wel interessant om eens te googlen. Als je bijvoorbeeld content creëert of als je kunst maakt, daarbij ga je eigenlijk mensen in een soort van abonnementsformule u laten steunen om content te creëren. En in ruil kan je als mecenas, zou je het daarna kunnen noemen, dan elke maand bijvoorbeeld exclusieve content in ruil krijgen. Is iets dat opkomt in Amerika toch al wel gekender is, in Nederland ook. Hier zie je Bram de Wijs, die dat goed gebruikt en er echt een verdienmodel heeft uitgehaald als blogger. Maar ik verwacht dat ook hier in Vlaanderen wel meer en meer zal gaan opkomen. Crowdfunding is ook een verdienmodel waarbij dat je een soort van voorverkoop gaat doen. Het kan ook een interessant model zijn nu om minder risico te nemen. Je kan eerst gaan valideren, is er interesse voor jouw product? En daarna pas gaan produceren. Er zijn bedrijven zoals hier, Crowd Cookware, is een designbedrijf dat eigenlijk design kookpannen maakt, dat alleen maar op die manier te werk gaat. Ze gaan telkens nieuwe producten lanceren via crowdfunding. En dan, wanneer er effectief interesse is, gaan ze het produceren en gaan leveren. En zo telkens opnieuw van start gaan. Freemium is ook een leuk model. In eerste instantie zou je denken, dat is geen verdienmodel, want je biedt gratis dingen aan. Er zijn heel veel tools online die zo werken, waarbij je gratis gebruik kan maken, bijvoorbeeld van Facebook, van LinkedIn. Facebook is sowieso gratis, maar LinkedIn bestaat dan ook een betalende versie, de premium versie. Dat principe kan je ook in andere sectoren gaan toepassen. Hier zie je een
een branding agency, als ik het juist heb, Only Humans. Zij hebben een deeltje van hun kennis dat ze hier nu gratis aanbieden. Dat is dan een soort van white paper, zie je ook wel vaak. Dat is dan hun freemium aanbod. Maar wil je die persoonlijke begeleiding, wil je meer gedetailleerde kennis of ideeën krijgen van dat bureau, dan moet je natuurlijk gaan betalen. Kan ook in deze tijden een heel interessant model zijn. Ik merk dat het tijd is. Ik ben blijkbaar niet zo goed geweest met het inschatten van de timing vandaag. Sorry daarvoor. Ik heb nog, ik denk, laat ons zeggen, 10 minuten, een kwartiertje werk. Mocht je moeten afhaken, sorry, vanwege tijdsgebrek. Maar je krijgt natuurlijk de opname nog nagestuurd. We komen aan het volgende vak. Dat zijn de kernactiviteiten. In dat vak ga je eigenlijk gaan beschrijven wat de essentiële activiteiten zijn die je moet realiseren om jouw onderneming te gaan doen draaien. Een vraag die je hier kan stellen is, welke activiteiten zijn zo belangrijk dat je ze zelf doet, omdat je daar net heel goed in bent en daarmee het verschil kan maken. Anderzijds, welke van die activiteiten zijn eigenlijk niet zo belangrijk dat je ze zelf doet en zou je eigenlijk even goed kunnen gaan uitbesteden. Dat is een heel interessante innovatievraag die jou op ideeën kan brengen om misschien dingen anders te gaan doen. En ik ga daar ook weer een aantal voorbeelden van geven. Dus bij het maskervoorbeeld zou je kunnen stellen de sleutelactiviteiten die je moet vervullen zijn het ontwerpen van die maskers, zijn de productie opvolgen. Misschien moet je zelf niet de productie doen, dat kan je uitbesteden, maar het wel gaan opvolgen. De marketing, je moet het in de markt gaan zetten, zodat mensen weten dat het product staat. En je moet natuurlijk ook sales gaan doen, reclame maken via, ja, dus dat is marketing, maar sales bijvoorbeeld aan bedrijven, wanneer je ook een bedrijfsaanbod hebt. En fulfillment, ervoor zorgen dat die maskers bij de mensen thuis gaan geraken. Dat zijn een aantal kernactiviteiten die in dit geval door het bedrijf zelf gebeuren. Qua innovatie-ideeën zou je ook dus een aantal aspecten kunnen gaan outsourcen. In dit geval zie je de sneaker kit. Hier zijn ze de productie van hun product echt gaan outsourcen. Dat doen ze niet zelf, maar laten ze door de klant doen. Je kan hier sneakers bestellen en die zijn niet gemaakt als je ze bestelt. Je krijgt gewoon de materialen en het uitleg om ze zelf in elkaar te steken. Is een besparing voor het bedrijf, maar ook een besparing voor de klant natuurlijk, want hij betaalt iets minder voor dit soort producten dan voor een afgewerkte sneaker. Dus is een interessante manier om eigenlijk jouw kernactiviteiten te gaan afslanken en het makkelijker te maken, misschien ook financieel interessanter of een ander model dat beter kan werken van te maken. Iets anders dat je zou kunnen outsourcen, is dus wel iets dat je niet als eigen kernactiviteit zou kunnen gaan doen, is het designen. Dit is een internationaal platform waarbij je t-shirts kan bestellen. Maar die t-shirts, de ontwerpen van die t-shirts, die worden niet bedacht door het bedrijf zelf, maar door de community van klanten. En je kan zelf een ontwerp gaan opladen. En dat ontwerp kan ook door anderen dan besteld worden. En zo staan er vandaag al duizenden, misschien wel honderdduizenden ontwerpen op, die je kan gaan bestellen. Allemaal gemaakt door de community. Dus ook dat is een aspect dat je zou kunnen gaan outsourcen naar de klanten of eventueel naar artiesten waarmee je wil gaan samenwerken via collabs, wordt het dan genoemd. Dus het kan ook iets zijn dat je gaat outsourcen. Zelfs ook je marketing zou je kunnen gaan outsourcen. En hier zie je daar een heel leuk voorbeeld van. Avail is een modeconcept waarbij de webshop, waarbij klanten eigenlijk zelf hun webshop kunnen maken. Dus ze hebben een bepaald kledingaanbod in de webshop. En als klant kan jij zeggen, kijk, ik wil een eigen versie van deze webshop maken waarin ik de selectie maak van welke kleren daarin terechtkomen. Dus jij maakt zelf een aanbod van de kleding die jij het beste vindt of het mooiste vindt. En je gaat die in een aparte online omgeving gaan zetten. En je kan dan zelf als klant jouw mini-webshop gaan uitbaten en daar dan ook reclame voor gaan maken naar je vrienden, naar familie, naar weet ik veel wie. En het mooie is, als je dat goed doet en je maakt een mini-webshop waar interesse voor is en er komt verkoop vanuit die mini-webshop, dan krijg je ook een commissie op de verkopen via jouw mini-webshop. Je zorgt er dus eigenlijk voor dat jouw klanten zelf mee de marketing gaan doen voor jouw producten. Een heel interessant model dat nog maar heel recent is, maar kan ook dus geoutsourced worden.
om eraan te geven, er zijn mogelijkheden om die kernactiviteiten ja, deels te gaan uitbesteden en het daardoor ja, misschien wel een beter model te gaan maken. Het volgende vak zijn de mensen en de middelen, of de key resources in het Engels. Daarin ga je eigenlijk ja, gaan beschrijven wat is nu echt nodig qua mensen en middelen om heel het model te doen werken. Wat zijn dingen die je nodig hebt om dat te kunnen gaan realiseren? En dat gaat zowel over tastbare dingen, bijvoorbeeld een gebouw, een winkel, personeel natuurlijk, hè, mensen als je dat nodig hebt, die bepaalde jobs uitvoeren. Eventueel financieel, heb je een bepaald geld, heb je een bepaald kapitaal nodig om het te kunnen laten doen draaien. Maar ook niet tastbare dingen. Je hebt een merknaam, je hebt misschien intellectuele eigendom die je nodig hebt. Dat zijn de standaard manieren hoe je dat vak gaat invullen. Er zijn een aantal dingen dat je over moet nadenken. Hoe kan je hier nu innovatief in zijn? Ook hier zou ik dan de vraag stellen, van, zijn er bepaalde mensen en middelen die je kan inzetten of die je niet hoeft in te zetten, waar jij het verschil mee kan gaan maken? Voorbeelden gaan het verhelderen. Bij Masker zijn de mensen en middelen die absoluut cruciaal zijn, zijn de software die gebruikt wordt. Bijvoorbeeld om de ontwerpen te maken. Photoshop, weet ik veel. Maar ook bijvoorbeeld de webshop die zij gebruiken om de verkoop te kunnen gaan realiseren. Ze hebben misschien iemand nodig die de sociale media beheert. En ze hebben stokruimte nodig om die mondmaskers te gaan bewaren voor ze verkocht zijn. Je zou kunnen in coronatijden de middelen die je standaard gebruikt, gaan aanpassen op basis van de situatie. Hier een leuk voorbeeld van een restaurant. Bestaat nog niet, maar het is een concept dat ze hebben uitgewerkt en dat ze binnenkort willen testen. Het is moeilijk om in een restaurantomgeving social distancing te gaan hanteren. Door deze ja, serres, zou je het kunnen gaan noemen, wordt het toch mogelijk. Dus je zou jouw bestaande resources kunnen gaan aanpassen aan de coronarealiteit. Je zou ze ook kunnen gaan uitbesteden. Hier heb je bijvoorbeeld een muzikaal collectief, als ik het goed heb, die ja, het probleem hebben dat alle eventzalen voorlopig gesloten zijn, dus er kunnen geen concerten doorgaan. Wat zijn ze gaan doen? In plaats van zelf een oplossing te gaan uitwerken, zijn ze eigenlijk aan de klanten, of aan de geïnteresseerde fans, gaan zeggen, kijk, als jullie toch een optreden willen, probeer zelf een setting op te zetten waar wij kunnen naartoe komen en kunnen optreden. Bijvoorbeeld in jouw achtertuin, dat wij vanuit jouw achtertuin een optreden geven aan de mensen in de buurt. En op die manier kunnen ze toch nog optredens organiseren, zonder dat ze zelf al die logistiek moeten regelen, zonder dat ze zelf de werving ook moeten gaan doen voor tickets. En het leuke aan heel dit concept is dat de organisatie, dus de plek waar de band gaat staan, die betalen natuurlijk een stukje, maar ze gaan ook tickets verkopen aan de buurt om mensen ja, die mee kunnen profiteren van het zicht en het geluid uit de buurt, die gaan ook mee kunnen betalen om het mogelijk te maken. Dit is een ander insteek. Hier, bij de vorige voorbeelden was het eigenlijk zo dat er bepaalde mensen en middelen wegvielen door de coronacrisis. Dit is een voorbeeld waarbij je iets wel nog hebt, maar het eigenlijk apart gaat gaan vermarkten. Wat is dit? Dit is een softwarepakket ontwikkeld door de mensen van De Vooruit in Gent. De Vooruit had jarenlange expertise in het organiseren van events en het plannen van een eventkalender. Ze hadden daar tools voor ontwikkeld om hun eigen kalender goed te vullen, om daar op een heel coherente, goede manier aan te pakken. En ze hebben eigenlijk zich bedacht van, kijk, de manier waarop dat wij dat doen, de software die we voor onszelf hebben ontwikkeld, die zou eigenlijk heel interessant zijn, ook voor andere eventzalen. Waarom kunnen we dat niet afzonderlijk, een van onze cruciale tools, afzonderlijk ook gaan vermarkten? En ze zijn een nieuw product gaan ontwikkelen, dat heet dan YesPlan. En dat is een softwarepakket voor andere eventzalen. En intussen wordt het internationaal heel veel gebruikt. Ze hebben al honderden klanten, culturele centra enzovoort, die de tool van De Vooruit als apart product zijn gaan afnemen. Dus je zou ook in jouw situaties kunnen nadenken, zijn er dingen die ik gebruik, die eigenlijk zo goed zijn, die zo goed werken, dat eigenlijk mijn concurrenten, collega's, er ook veel voordeel uit zouden kunnen halen. Misschien kan je dan ook wel die resources apart gaan vermarkten. We komen aan het voorlaatste vak.
Dan zijn we bij de strategische partners. Daarin ga je eigenlijk gaan zoeken van, oké, zijn er partijen waar je mee zou kunnen samenwerken, of waarmee je vandaag al samenwerkt, die ja, een meerwaarde leveren? Dat gaat natuurlijk over je leveranciers, in zekere zin. Maar het kan ook gaan over evenwaardige partners. Het hoeft niet per se een klant-leverancierrelatie te zijn. Mensen waarmee je gaat samenwerken en waarmee je in het beste geval een win-win situatie kan gaan opzetten. Dat je eigenlijk door samen te werken er allebei beter van wordt. In het voorbeeld van Masker, dan gaat dat bijvoorbeeld over de influencers waarmee ze samenwerken, de ambassadeurs, dat is te weinig zie ik, maar ook bijvoorbeeld de leverancier, het naaiatelier dat de maskers maakt, of de stoffen aanlevert. Er zijn een aantal klassieke voorbeelden van hoe je dit vak zou kunnen invullen, maar er zijn ook voorbeelden van strategische partnerships die echt een meerwaarde gaan leveren. Je zou zo'n partner kunnen gaan gebruiken als een soort van shortcut om sneller jouw product te realiseren. Dat is hier het voorbeeld van Voxdale. Voxdale is een designbureau dat eigenlijk een masker heeft ontwikkeld om beademing, zuurstoftoevoer, te gaan mogelijk maken voor patiënten die omwille van corona, ten gevolge van corona, extra beademd moeten worden. Ze zijn niet van nul vertrokken om dat masker te gaan ontwerpen, want dat zou hun heel veel tijd gekost hebben om snel te gaan. Ze zijn eigenlijk gaan samenwerken met een bestaand masker. En dat was geen zuurstofmasker, maar dat was een duikmasker om te gaan snorkelen. En snorkelmaskers zijn eigenlijk gaan ombouwen tot een zuurstofmasker. En op die manier konden ze veel sneller een afgewerkt product maken. Ze hebben gewoon een add-on moeten ontwikkelen op dat bestaande masker. En eigenlijk zijn ze een interessante samenwerking gaan opzetten met een strategische partner, namelijk de ontwikkelaar van die maskers, om een nieuw product sneller te kunnen realiseren. Dus zou kunnen dat jij ook door een samenwerking met een bestaand product veel sneller iets kan realiseren dan je zelf op je eentje zou moeten ontwikkelen. Je kan zo'n partner ook gaan gebruiken als een wingman, als iemand die jou helpt in een aspect van jouw werk dat moeilijk is. Dat is een voorbeeld van een paar jaar geleden van de Vlaamse Opera. Merkte dat voor de operagangers die graag naar een voorstelling wilden komen, was een van de problemen dat die mensen natuurlijk telkens een babysitter moesten zoeken als ze kinderen hadden. Wat zijn ze gaan doen? Een samenwerking gaan afsluiten met Snoebersit, wat dan een babysit service was, om eigenlijk dat als één pakket te gaan aanbieden. Als jij een ticket wou bestellen voor de opera, kon je meteen ook de babysit erbij gaan bestellen, om zo de drempel te verlagen. En het was een win-win situatie, want die babysit service was natuurlijk ook blij met extra klanten. Je zou een partner ook kunnen gaan gebruiken als promotor voor jouw werk. En dat vind ik ook een heel interessant voorbeeld. Het is een Amerikaans merk van haarproducten. Zij verkopen die haarproducten via kappers. Dat is niet zo nieuw, dat wordt wel vaker gedaan. In die kapperszaken kan je deze producten rechtstreeks gaan kopen. Wat is wel nieuw, ze zijn dat ook gaan toepassen via de webshop. Dus je kan als kapper ook gaan zeggen van, kijk, hier, je kan als kapper gaan zeggen van, kijk, ik verkoop u dit product, maar als je er later nog bij wil bestellen, kan je dat online doen via deze link. En dat is dan een gepersonaliseerde link, waardoor het haarproductenmerk altijd kan detecteren, oké, deze webshopklant is via die kapper gekomen. En zo kan er ook een commissie gegeven worden aan die kapper, waardoor het veel interessanter wordt voor die kappers om natuurlijk dit product te gaan promoten. Dus een manier om ook online dat commissiemodel te gaan uitrollen. We zijn bij het laatste vak. Het is ook tijd. Ik ben al een kwartiertje over tijd gegaan. En dat is de kostenstructuur. Daarin ga je eigenlijk gaan beschrijven, oké, wat zijn nu alle kosten die je moet maken om het businessmodel te doen draaien. Het gaat zowel over de vaste kosten als de variabele kosten, de kosten per product of kosten per dienst. Als je daar innovatief in wil zijn, dan kan je eens gaan nadenken, want zijn er eventueel bijvoorbeeld kosten die ik zoveel mogelijk kan beperken. Een low-cost model is moeilijk, is vaak iets dat gebeurt bij bedrijven die op grote schaal werken, denk aan de Ryanair of zo. Die schrappen alle mogelijke kosten om een zo laag mogelijke prijs te gaan hanteren. Is moeilijk op kleine schaal natuurlijk. Je zou ook in tegendeel kunnen kiezen voor een high-end model en eerder altijd de hoge kwaliteit, de hoge prijs ook te gaan nastreven.
Vooral die hoge kwaliteit nastreven en op die manier het verschil gaan maken. Als je daarin wil gaan innoveren, is natuurlijk de vraag, zijn er bepaalde kosten die je niet hoeft te maken, of die je misschien niet wil maken? En daardoor een interessanter product, een interessanter aanbod gaan creëren. Het voorbeeld van Masker is recht toe, recht aan. Wat zijn de kosten die zij willen maken, of die zij moeten maken, om het model draaiende te houden? Natuurlijk loon voor de ondernemers. Ze hebben bepaalde productiekosten, ze hebben software nodig, een webshop nodig, dus dat zijn IT-kosten. Ze moeten natuurlijk marketing gaan doen en ze moeten ook die fulfillment gaan waarmaken, de levering van die maskers aan de klanten. Twee voorbeelden van bedrijven die daar innovatief in omgaan. Ja, één manier om dat te doen is bijvoorbeeld door schaal te gaan zoeken, ook al ben je op kleine schaal, toch kan je bepaalde schaalvoordelen gaan zoeken. Het is een heel recent voorbeeld van Stoffel van den Berg. Is iemand die via letterpress drukwerk verkoopt. Hij doet dat al langer, maar wat is hij nu gaan doen? Hij is eigenlijk een soort van groepsaankoop gaan opzetten, waarbij dat hij, dat hangt vast aan het proces van hoe hij werkt, in bepaalde kleuren gaat drukken op bepaalde dagen. En je kan zeggen, ik wil op dinsdag. Hij zegt dan bijvoorbeeld, ik druk op dinsdag met letterpress in het blauw. Wil jij ook een blauwe bestelling plaatsen, dan kan het op dinsdag iets voordeliger dan anders. En zo bundelt hij die bestellingen, gaat hij de kosten voor zichzelf verlagen, want hij moet niet iedere keer al die kleuren gaan wisselen, wat een tijdsrovend proces is in zijn productie. Dus hij is effectief ook de kosten gaan verlagen voor die dag. En daardoor maakt het ook mogelijk om het voor de klanten iets goedkoper te maken. Dus hij gaat daar een schaalvoordeel gaan creëren door bestellingen te bundelen. Eigenlijk het principe van een groepsaankoop. Een ander interessant voorbeeld van kosten die niet gemaakt moeten worden, is dat van Extremis, een Belgisch designmerk van outdoor meubelen. Ze zijn als een van de eerste daarmee begonnen. Zij gaan niet zelf, ja, ze doen dat ook, maar in bepaalde van hun lijnen gaan ze niet zelf de productie doen, maar gaan ze eigenlijk gewoon het ontwerp, de intellectuele eigendom van een bepaald ontwerp gaan verkopen en de klanten maken dan zelf de producten. Dus eigenlijk gaan ze de productiekost volledig gaan uitschakelen en bij de klant gaan leggen en kunnen ze natuurlijk aan een lagere prijs de intellectuele eigendom om dat product zelf te maken gaan verkopen. En op die manier interessant worden voor een ander type klanten. Hun model op een andere manier gaan uitvinden. En ze zijn er toch ook succesvol mee geworden door dat eigenlijk als een licentie te gaan verkopen. In plaats van als een effectief product. We zijn er ongeveer door. Met excuses dus voor het uitlopen. Ik zou jullie willen uitdagen als einde om eens naar alle voorbeelden, alle ideeën die je misschien tijdens de sessie hebt gekregen, te gaan kijken en eens bedenken, kan ik dat gaan toepassen in mijn eigen bedrijf? Of, en dat was het heel Steal Like an Artist idee, ook nog naar andere voorbeelden te gaan zoeken. Ga misschien eens kijken naar bijvoorbeeld concurrenten of niet-concurrenten, naar figuren, naar bedrijven die je inspireren, omdat ze bijvoorbeeld heel creatief zijn. Hè? Zijn het grote creatieve geesten, zoals Stefan van Vleteren of Christian Wijnands, of wat er in uw sector dan ook relevant is. Zijn het dat soort figuren? Of zijn het misschien eerder disruptieve grote bedrijven als een Netflix of een Tesla of TikTok of weet ik veel wat? Ga eens kijken naar andere bedrijven die op een manier succesvol zijn, dat u wel intrigeert. En ga de principes die daar toegepast worden, eens toepassen op uw eigen bedrijf. En dan gaat u opnieuw weer op ideeën gaan kunnen brengen. Dus wat ik heb laten zien zijn al een heel aantal voorbeelden van businessmodel innovaties die misschien interessant kunnen zijn, maar je kan zelf daar nog veel verder in gaan en je kan dat eigenlijk blijven gaan toepassen in het dagelijkse leven door altijd maar nieuwe ideeën te gaan zoeken en toepassen op je eigen context. Ziezo. Als je nog vragen hebt, dan mag je dat natuurlijk nu stellen. Je mag ook later contact opnemen. Er kan één op één advies gegeven worden via Flanders DC. Je ziet hier een mailadres. En er is ook nog een URL op het scherm te zien nu. Daar staan een heel aantal van de businessideeën die ik heb overlopen. Ook nog even uitgeschreven met wat meer uitleg en links. Dus daar kan je zeker ook
naartoe gaan om nog wat meer informatie te vinden over bepaalde voorbeelden. Je krijgt natuurlijk ook de presentatie nog toegestuurd. Voilà, Marie. Zijn er nog mensen die zijn blijven zitten voor vragen? We zijn rond. De meeste vragen die dus door zijn gekomen, had ik kunnen beantwoorden, ging over de voorbeelden. Er komen veel bedankingen binnen en dat het super interessant was. Dus het was niet te erg om eventjes over tijd te gaan. We gaan het hierbij laten. Ik stuur jullie allemaal nog een mailtje met de link voor de replay, met de evaluatie en dan ook de link naar de website voor de nieuwe businessmodellen. Dankjewel dat jullie erbij waren en hou zeker onze agenda in de gaten voor onze webinars van juni. Die komen er binnenkort aan. Fijne dag nog. Bye bye. Dankjewel.